Hallo beautiful ladies, groetjes uit Canggu in Bali. De afgelopen week was echt een achtbaan. En het dieptepunt was dat we erachter kwamen dat onze kamer in Gili Air bedbugs had. Voor het geval je niet weet wat bedbugs zijn, dat zijn beestjes die voornamelijk in bedden leven. En 's nachts naar buiten komen om zich te voeden met je bloed. Ja, het is precies zo ranzig als dat het klinkt. Eenmaal in Ubud verhuizen we binnen 3 dagen naar 3 verschillende kamers om de bedbugs kwijt te raken. En ik zit ondertussen helemaal onder. Op een gegeven moment heb ik alle beten geteld. Er waren er in totaal over mijn hele lichaam 170 beten. En die jeuken verschrikkelijk. En ja, ik weet dat dit gewoon een first world problem is. Als we de griep hadden gehad, was dat veel erger geweest. Want dan hadden we niet eens naar buiten gekund. Maar voor mij was dat mentaal best wel zwaar. Uiteindelijk hebben we een super lief Indonesisch koppeltje gevonden met een wasserette. Die al onze spullen in de droger heeft gegooid. Inclusief backpacks, rugzakken en zelfs mijn TRX set. Daarna pakken we alles in vershuidfolie in de hoop dat deze de beesten gewoon weg zijn en doodgaan. Tot nu toe gaat het goed, maar ik kan nog steeds niet helemaal gerust slapen omdat ik niet helemaal het gevoel heb dat ze weg zijn. En by the way, Tanja, dankjewel voor je date tip, want daardoor ben ik in ieder geval niet meer gebeten. Ik weet niet of ze weg zijn, maar ik word in ieder geval een stuk minder gebeten, wat mentaal gewoon echt een hele opluchting is. Om mezelf een beetje te verwennen, doe ik de dag na aankomst in Ubud uiteraard een yoga-klasje bij de Yoga Barn. En na afloop van het yoga-klasje neem ik ook een pedicure en een manicure. Heel, heel, heel fijn en ik voel me meteen een stuk beter, ondanks alle beten. Yoga bij de Yoga Barn was heel cool. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat ik er veel meer van had verwacht door alle mensen die zo enthousiast erover zijn. En heel, heel, heel eerlijk, ik ben tot nu toe nog niemand tegengekomen die kan tippen aan mijn yogalerares uit Amsterdam. Ze heet Dorrit Wijnstein, mocht je geïnteresseerd zijn. Ze geeft les op zondag bij Club Sportief en ik geloof ook bij David Lloyd in Amsterdam. Ze heeft een eigen Facebookpagina, dus check het zeker even als je interesse hebt in een hele, 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 hele goede yogalerares. Dorrit Wijnstein is haar naam. Shit happens en natuurlijk komt er na regen altijd weer zonneschijn. En deze keer op een berg. Gunung Batur, als ik het goed zeg. Dat is de berg Batur in het Indonesisch. Dit wilde ik van tevoren al zo graag doen. Maar ik kan je alvast vertellen dat het niet makkelijk is om op te staan als je wekker om 1:30 s'nachts gaat. En je weet dat je nog 2 uur in de nacht moet gaan klimmen. Het is wel echt alle moeite waard. En het moment dat de zon opkomt en je zit daar op die berg met z'n allen. Iedereen is stil. Dat is echt onvergetelijk. Zo mooi. En ik ben op dat moment echt dolgelukkig. Stop na Ubud is Canggu. Dit is ons aangeraden door Ilem, omdat wij zeker nog in Bali willen surfen. Canggu is een goede plek hiervoor, ondanks dat het nu regenseizoen is en de golven niet optimaal zijn. Daarnaast vallen we ook met onze neus in de boter wat betreft hotel. Ik weet het, het klinkt echt giga verwend, maar ik heb op dit moment gewoon een spik en span hotelkamer nodig om een beetje bij te komen van dat hele bedbug avontuur. De kamer, het bed, de douche, het zwembad, het is internet. Het is echt helemaal fantastisch en ik voel me echt even heel gelukkig met de kamer die we hebben. Oh, by the way, het eten in Ubud is trouwens waanzinnig. Er zijn zoveel opties om gewoon goed en lekker clean te eten. Ik heb echt genoten en gesmuld daar zo. Het mooiste is ook nog eens, het kost bijna niks. Heel, heel fijn om dat ook tegen te komen en mee te maken. Uiteraard hebben we gesurfd in Canggu. Dat zie je in de volgende aflevering. En vandaag vertrekken we alweer naar Kuta.
Mijn broertje gaat terug naar Hongkong. Ik blijf 2 dagen in Kuta en daarna ga ik door naar Uluwatu. Wanneer je dit ziet, is dat waarschijnlijk al een week of meer geleden. Maar voordat mijn broertje gaat, gaan we nog iets heel tofs doen. We gaan naar Waterbom. Dat is een waterpark in Bali en ik heb daar zoveel zin in. Ik hou gewoon van pretparken en waterparken. En ik ben gewoon helemaal excited om van die glijbanen af te gaan. En uiteraard ga ik gewoon zoveel mogelijk voor jullie proberen te filmen. Als je geabonneerd bent, zie ik je natuurlijk volgende week. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu. Want er komen nog veel meer travel vlogs aan. Straks zit ik ook in Taipei. En dan kan je alles met me meekijken. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.